Eigenlijk mag ik nergens over zingen, want ergens over zingen ligt nog moeilijk in het gehoor. Een enkeling laat zich nog wel verwonderen, maar de mensen, wie komen daar niet voor? Want de mensen hebben kanker en overvolle levens en altijd ligt er een dierbare te sterven. En dan wil je toch getroost, dan wil je opgetild. Dan laat je toch door mij je avond niet bederven. Nou, die heeft een hekel aan lelijke en slechte teksten. Dat laat hij ook blijken, want in de voorstelling fileert hij zijn collegaatjes op hun, zeg maar, de afschuwelijke slechte teksten die ze afscheiden. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Mooi, staan. Waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen. Ja, krijgen jullie wel eens onbewust zin in mosselfeesten? En van eten slechts nog zwijgen. Ja, van eten slechts nog zwijgen, dat is toch ook een behoorlijk archaïsche kutzin. Vroeg aan hem, ik had ook nog een interview met hem. Maar dat is helaas niet vastgelegd. We hebben wel getracht het vast te leggen, maar mijn cameravrouw heeft verzuimd de opnameknop in te drukken. Dus ik heb een heel uitgebreid en interessant en leuk interview afgenomen. Maar dat is dus niet terug te zien, helaas. Sorry Theo, bedankt voor je moeite. Maar helaas, het is aan de eeuwigheid ontrukt. Bevrijd me van al die meningen over wat iets of iemand voorstelt. Geef me het voordeel, twijfel. Zie maar of zo. Het hoeft ook niet. Het hoeft niet van mij, maar ga toch maar kijken. Want als het dan niet leuk is, dan kan je altijd nog zeggen in achteraf, god, helemaal stom was het. En als het helemaal niet gaat, dan kan ik ook niet eens dat zeggen.